om te beginnen, meneer Henkema, waar was u maandagavond? Om zes uur was ik thuis voor de buis in een oranje shirt was ik. Ja? Verwachtingsvol uitkijkend naar de wedstrijd van Nederland. Ik denk op zich een terechte overwinning. Het spel vond ik nog niet echt geweldig. Je klinkt toch wel een van de 17 bondscoaches van Nederland? 17 miljoen. Nee. 17 miljoen, sorry. Zo beschouw ik me niet, maar dat is als objectieve toeschouwer. Ja, ja. Tot dan toe was het leuk, zeg maar. Ja. En de jeugd die verzamelde zich, dat is op zich denk ik ook niet zo heel veel op tegen. En ze hadden het wel iets strategischer gedaan door het in de arena te doen, naast het jaagpad. Tot op dat moment denkt u, zult u er vrede mee gehad hebben? Was het allemaal goed? Ja, van tevoren hadden we dat ook al gehoord natuurlijk, dat men van plan was om die kant op te gaan. Kijk, en dan besef je natuurlijk met z'n allen wel van, kijk, op grond van de coronamaatregelen mag het natuurlijk nog niet wat daar gebeurt. En je weet van tevoren eigenlijk wel van, nou ja, die anderhalve meter, dat zal ook wel een hele lastige worden. Ja. Maar je gunt toch ook de jongeren echt wel een beetje een pleziertje gun je daar. En dan denk ik van de locatie die men uitgekozen had, van ja, daar waren we voorbereid, samen ook met de politie. Dat is een locatie waar het op zich niet verkeerd zou zijn om daar dan even een uiting te geven aan, zeg maar, de feestvreugde. Ja, ja, maar dan, als je dan op het eind van de nacht kijkt, dan is er toch weer een klein aantal die het verpesten. Nou ja, dat gevoel had ik ook heel erg. Mm-hmm. Ik stond regelmatig in verbinding met de politie en dan hoor je, zeg maar, het sfeerbeeld. Nou, die zeggen ook, het gaat een lange tijd, gaat het goed. Maar op een gegeven moment, hè, nadat ze ook geprobeerd had om een aantal jongeren aan te spreken op het feit dat het feestje nu toch echt over moest zijn, was er toch een aantal die zei van, ja, daar hebben we eigenlijk nog geen zin in om het over te laten zijn. En die wilden niet weggaan. Nou ja, en dat grimmiger, dat merkte je ook wel een beetje van, nou ja, meer drankgebruik dat er plaatsvond. Lachgasgebruik dat er plaatsvond, waardoor de sfeer echt wel een beetje omsloeg. En is het ook zo dat er na verhouding heel veel jongelui rondlopen? En dan bedoel ik eigenlijk gewoon kinderen? Nou ja, dat heb ik ook gemerkt dat zo is. Ik heb natuurlijk ook de nodige beelden gezien, terugkoppeling van een en ander gehad. En daar verbaas ik mij dan over. Hè. En niet alleen dat de jongeren daar rondlopen en alcohol consumeren, maar dat ook, zeg maar, ouders kennelijk zich er geen zorgen over maken waar hun kinderen op dat moment zijn. En ik kan me heel goed voorstellen dat je als ouder toch wilt weten waar je kind is. Ja, en een aantal die toch drank meegenomen heeft, ja, dan zou ik me als ouder toch wel afvragen van, joh, wat is de bedoeling van een en ander? Dus ik kijk ook wel naar de ouders om, zeg maar, hun kinderen wat dat betreft goed in de gaten te houden. Als we dan een beetje vooruitkijken, dan wordt er zondag weer gevoetbald in de achtste finale. Ja. En hopelijk is dat, althans voor de voetballiefhebbers, niet de laatste wedstrijd. Dus er komen er nog meer. Maar nu gaan de terrassen weer open. Nu mag je aannemen dat de terrassen vol zullen lopen. Maakt u zich daar zorgen over of zegt u nee, het gaat me toch vooral om de jeugd? Nou, kijk, de terrassen, die zullen wel wat drukker zijn. Als ik het goed heb begrepen, mogen er dan ook wel weer schermen geplaatst worden. Maar voor de terrassen geldt nog steeds, zeg maar, de maatregel van anderhalve meter. Nou, en ik heb het gevoel, en dat leert ervaring ook van de afgelopen periode, dat, zeg maar, horeca-uitbaters, horeca-mensen, ja, dat toch nauwgezet op toezien. Dus vanuit die hoek verwacht ik geen grote problemen. Maar ja, het zou natuurlijk kunnen zijn dat een aantal jongeren zegt, goh, we willen weer een leuk feestje gaan organiseren. Net zoals we dat afgelopen keer hebben gedaan. En daar maak ik me wel wat zorgen, maak ik me daarover. Kijk, wat we ook wel zullen doen, ja, in de voorbereiding van een en ander, en dat heb ik ook met de politie afgestemd, toch nog eens even kijken van wat is er nou afgelopen keren is er gebeurd. Is het herleidbaar tot een aantal jongeren? Ja, en zullen we die dan niet met, en dat gaat de politie dan doen, eventueel met een bezoekje moeten vereren van, joh, wat je daar hebt gedaan, dat kan echt niet. En daarnaast, ja, zullen we toch kijken in hoeverre we toch steviger erin moeten gaan zitten ten opzichte van de afgelopen keer. Maar steviger erin gaan zitten betekent niet dat u van tevoren een gebied tot verboden terrein verklaart of zo, of wat dan ook. Ze kunnen op zich wel beginnen als het maar niet uit de handen te lopen. Ja, kijk, dat is het belangrijkste, dat het natuurlijk niet uit de hand loopt en probeer zoveel mogelijk toch die coronamaatregelen achter te nemen. En ik snap dat het heel erg lastig is voor jongeren. Maar we moeten wel beseffen met elkaar dat, het spel, laat ik het zo noemen, hè, om in voetbaltermen te blijven, het spel ten aanzien van corona nog niet voorbij is. Ik wil geen spelbreker zijn ten aanzien van een en ander. Maar wees je wel bewust van, zeg maar, het feit dat corona nog onder ons is en dat we de laatste tijd zien dat echt het aantal besmettingen onder jongeren echt het hoogste is van het totale aantal besmettingen. Met name de leeftijdscategorie van 10 tot 19 jaar, daar vinden heel veel besmettingen plaats. En ook al word je er zelf niet ziek van,
weet wel dat je natuurlijk ook anderen kunt aansteken en besmetten. Dat brengt me op iets anders. Je hoort vaak als klacht dat de politie niet optreedt. Waarom dus maar concreet naar gisteravond zijn er geen bekeuringen uitgedeeld? Als ze dan toch niet aan de anderhalve meter houden. Ja, ja. Dat is 95 euro. Dat hakt er fors in. Kijk, er zijn wel twee aanhoudingen verricht. En wat ik net ook zei, de politie gaat toch nog eens even kijken of niet nog een aantal mensen in beeld kan komen. Maar dat is altijd de afweging die de politie natuurlijk maakt, hè, ten aanzien van een hele forse inzet ten opzichte van wat je daar dan bewerkstelligt. En kan het dan niet nog meer uit de hand lopen? Nou, dat is natuurlijk even fine-tunen hoe dat gebeurt. Nou, gisteravond, omdat het ook zo lang goed ging, is ervoor gekozen om te zeggen van laten we nou niet hard optreden. Maar op een gegeven moment, als het dan wel uit de hand loopt, dan wordt er wel harder opgetreden.